ervaring in Europees voetbal. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de 27-jarige Theo Bos. Coach Herbert Neumann ziet in deze ras-echte Vitessenaar de leidsman in het centrum van de verdediging. Theo, jouw verleden ligt hier, maar jullie toekomst ook, hè? Ja, dat is de bedoeling, ja. Nou, we willen hier graag een huisje kopen straks. Als de grond verkocht is, is inmiddels verkocht. En dan komen hier dus huizen. Nou, ik heb hier altijd in de buurt gewoond en we willen hier graag in de buurt blijven. Nou, dat is het ideaal gelegenheid nu om een mooi nieuw huis te kopen. We gaan bouwen, hè? Ja, hè? Oké. Okay. Nou, dat lijkt me leuk. Zitkamer, keuken. Zullen we daar maar mee beginnen, hè? De keuken, hè? Ja, laten we de keuken maar beginnen. 2,5. 2,5 meter. Super. Iets te ver. Zo. En die hier. Zo. Een erg grote keuken, hoor. Ja, natuurlijk geen topper. Dat mag duidelijk zijn. Maar ja, als je 15 jaar in de Eredivisie kunt spelen met een onderbreking van een periode in de Eerste Divisie. Ja. Nee, maar zeg ik. Ik heb een behoorlijk niveau natuurlijk, maar... In die tijd hadden jullie de minst gepasseerde verdediging van Nederland. Hè? Kijk. Ja. Je hebt de beste tijd meegemaakt bij Vitesse. Ondanks dat ze nu naar een nieuw stadion gaan. Dank je wel, schat. Ja, dat is toch zo? Nee. Ja. De entree komt hiervoor. Kijk, entree. Ach man, we zijn hier. Ja, we moeten daarheen. Ja, maar dit muurtje. Ja. Je hoort dan toch niet hier maar aan die kant te staan? Ja, we zijn de verkeerde kant opgebouwd. De laatste tijd... merk ik wel wat meer chagrijn bij hem. Dat ligt er, ja. Nou, oh, krijg ik de schuld. Nee, maar dat heeft wel met voetballen te maken. Maar hij praat er gewoon niet over. Dus, dat is niet interessant. Nee. Maar dat heeft nu ook denk ik wel te maken met het feit dat je ja, straks voor een keuze wordt gesteld, zeg maar. Ja. Waar je eigenlijk nog niet helemaal 100% achter staat. Want in principe zou hij gewoon nog een paar jaar kunnen voetballen. Wat? Wat? Ja, gaat mijn huis heen. Hele huis. Snel zijn. Oh! Maar aan de andere kant, met het Gelredoom en de toekomst... En is het natuurlijk ook heel aantrekkelijk om gewoon bij Vitesse te blijven als je die kans krijgt. Maar ik zie jou niet nog een jaar op de bank zitten hier. Eerlijk gezegd. Nee, hier zeker niet. Nee, hier niet, maar in Gelderdoom ook niet. Ondanks het mooie uitzicht. Maar daar ga jij niet zitten op die bank, denk ik. Ik denk het ook niet. Nee. Dus het is of spelen, of elders nog 1 of 2 jaar gaan spelen. Of stoppen. Zo. Ja, het begint erop te lijken, hè? Ja. Hoe liggen de kansen? Tot nu toe nog 50-50, denk ik. Hij is een weegschaal. Ik ben een weegschaal. Wat betekent dat? Want ik heb geen verstand van de dieren. Hij is echt een weegschaal. Het is gewoon nooit besluiten. De ene weet dit, de andere weet dat. Ja. Dan weer dit. En dan dat. Ik twijfel veel. Oh, maar het is ook een gemakkelijke keuze natuurlijk. En twee... Twee. Is dit de bijkeuken zo? Als we naar die tekening kijken hier, Theo. Waar schopte je nou die speler van Norwich ergens tegen de vlakte? Waar was dat? Ik denk dat ik ongeveer ter hoogte van de rand eetkamer halletje zou dat geweest zijn. Als Vitesse met het voorstel komt van Theo, we hebben een leuke baan voor jou, die jou ligt. Dan zeg jij oké, ik stop en ik ga dat doen. Die optie is reëel aanwezig, ja. Nou, de mat ligt. Ja. Heb ik hier de deurbel? Ja. Die kun je ook even uitproberen als je wil, hoor. Ja, zal doe ik even vasthouden? Ga jij vast? Bel ik even. Ja. Nee? Kan er een ander geluidje op? Ja, probeer eens. Even kijken. Ah, dat klinkt wel aardig. Nou, we hebben er nog één. Nog één? Ja. Nou, even horen. Dat is de tweede. Ja. Ik ga voor de tweede. Ja, prima.